Vandaag een antwoord op de vraag van Brenda. Brenda at tot nu toe vaak tussendoor een stukje fruit. Tussen haar maaltijden door at ze een stukje fruit als snack. Maar wat ervoer ze? Dat ze totaal niet verzadigd raakte na het eten van dit fruit. En dat ze zelfs een verhoogde behoefte kreeg om te snoepen. En dus nog meer zoetigheid te gaan eten. Dat vond ze heel vervelend. En toen heeft ze gelezen en gehoord dat dit niet, ook niet zo gek is. Omdat fruit suikers bevat welke je bloedsuikerspiegel laten schommelen. En daardoor een soort van onrust kunnen veroorzaken in je lijf. Ze heeft gelezen dat wanneer jouw voeding eiwitten bevat, dat deze eiwitten dan de productie van hormonen teweeg kunnen brengen die helpen verzadigen en rust in je lijf kunnen brengen. Dat deze de verdeling van de suiker in jouw bloedbaan over jouw weefsels en cellen mogelijk helpt maken. Naar aanleiding van dat ze dit heeft gelezen en ze heel graag die zoetbehoefte die ze ervoer en die onrust die ze ervoer na het eten van fruit niet meer wil, is Brenda sinds een paar weken haar fruit aan het combineren met magere yoghurt. Eiwitrijke snack. Om die verzadiging, die dus in principe voort zou moeten komen uit de eiwitten in haar yoghurt, om die te kunnen ervaren en zo op die manier meer rust te kunnen ervaren en minder drang om te gaan snoepen te kunnen ervaren. Helaas heeft deze wijziging in haar snack, dus het toevoegen van magere yoghurt aan haar fruit, heeft Brenda nog niet meer verzadiging kunnen brengen. En ze ervaart nog steeds de behoefte om te snoepen. Dus meer zoetigheid te eten na deze toch wel eiwitrijke snack. Ze heeft gelezen dat eiwitten bijdragen aan verzadiging. Dat eiwitten de productie van hormonen doen stimuleren met een eetlustbeperkende werking. Dat eiwitten bijdragen aan de verdeling van de glucose over jouw weefsels en dus het dalen van jouw bloedsuikerspiegel. Zij heeft die eiwitten toegevoegd in de vorm van magere yoghurt en toch ervaart ze deze rust, deze daling van de bloedsuikerspiegel, deze verzadiging ervaart ze niet. Klopt die informatie dan niet? Is er iets mis met haar lijf? Dat is de vraag van Brenda. Hoe kan het dat terwijl ik nu een eiwitrijke snack heb, als gevolg van de toevoeging van magere yoghurt aan mijn fruit, dat ik toch de verzadiging die dan in principe, in theorie, naar wat ik heb gelezen zou moeten komen, niet ervaar. En dat de rust in mijn lijf, die na productie van die verzadigingshormonen zou moeten komen in mijn lijf, dat ik die ook niet ervaar. Dat ik nog steeds die drang tot snoepen ervaar. Nou, Brenda, dit zal ik uitleggen. In jouw spijsverteringskanaal zitten kliercellen. Kliercellen die hormonen kunnen produceren, de zogenaamde anorexigenen, met eetlustbeperkende en rustgevende eigenschappen. Hormonen die het verzadigingscentrum in jouw hersenen prikkelen. En wanneer het verzadigingscentrum bij wijze van spreken gerust is gesteld door de prikkeling van anorexigenen, eetlustbeperkende en rustgevende hormonen, dan zijn jouw hersenen op de hoogte gebracht dat de stoffen aanwezig zijn in jouw spijsverteringskanaal die bijdragen aan een betere insulinegevoeligheid in jouw lijf. Wat maakt dat de glucose aanwezig in je bloedbaan beter verdeeld kan worden over jouw weefsels en jouw bloedsuikerspiegel wat kan dalen. En dat er rust kan ontstaan. Dat is het gevolg van de productie van anorexigenen door de kliercellen gevestigd in jouw spijsverteringskanaal. Eén van deze kliercellen produceert een soort van deze kliercellen, want er zijn er veel meer, jouw darmen liggen bezaaid met kliercellen, produceert het anorexigeen, het verzadigingshormoon peptide II. Alle kliercellen in jouw maag en darmen bezitten receptoren. Receptoren die reageren op bijvoorbeeld drukverhoging, die reageren op een wijziging in de zuurtegraad, maar ook receptoren die reageren op de aanwezigheid van bepaalde stoffen in jouw spijsverteringskanaal. Chemoreceptoren heette dat.
De receptoren, welke de kliercellen in jouw darmen bezitten, die de productie van het anorexigeen peptide II mogelijk maken, die reageren met name op wel meer factoren, maar met name op de aanwezigheid van gehydrolyseerde eiwitten. En gehydrolyseerd wil zeggen dat er al verteringsstappen hebben plaatsgevonden, want vertering is hydrolyse. Gehydrolyseerde eiwitten, dus eiwitten die al verteringsstappen hebben doorgemaakt, wanneer die in jouw darmen belanden, dan worden de receptoren geprikkeld op de kliercellen in jouw darmwand, die de productie van peptide II, een anorexigeen, een eetlustbeperkend hormoon, voor een rekening nemen. Dat wil zeggen dat wanneer jouw voeding eiwitten bevat en die in gehydrolyseerde toestand, dus in verteerde toestand in jouw darmen belanden, dat deze bij kunnen dragen aan een gevoel van verzadiging nadat je iets hebt gegeten. Jij hebt dit ook ergens gelezen en naar aanleiding daarvan ben je magere yoghurt, eiwitrijke voeding, ben je gaan toevoegen aan jouw fruit. Een fruit wat geen eiwitten bevat. En jij had gehoopt en gedacht dat je dan meer rust en verzadiging zou ervaren, omdat jij had gelezen dan inderdaad dat dan verzadigingshormonen, het betreft dus peptide II, geproduceerd zou worden. Maar wat zei ik net? Gehydrolyseerde, dus verteerde eiwitten moeten in jouw darmen belanden om de productie van peptide II te kunnen stimuleren, mogelijk te kunnen maken en dus uiteindelijk ook verzadiging te kunnen ervaren. Eiwitvertering, hoe vindt dat plaats? Eiwitvertering vindt stapsgewijs plaats, want eiwitten zijn hele ingewikkelde kronkels van polypeptiden en poly wil zeggen veel. En peptide wil zeggen eiwitten. Er zijn veel eiwitten aan elkaar verbonden tot polypeptideketens. En die ketens zitten dan ook nog eens heel erg in een kronkel met elkaar verbonden. En dan heb je een eiwit. Op die manier komen eiwitten in jouw spijsverteringskanaal terecht. En uiteindelijk, na de vertering daarvan, moeten er enkelvoudige aminozuren, waar die polypeptideketens uit zijn opgebouwd, enkelvoudige aminozuren, enkel die kunnen opgenomen worden in jouw lijf. Er zijn meerdere verteringsstappen nodig om die kronkels eerst los te maken van elkaar, te denatureren heet dat, en vervolgens die polypeptideketens eerst op te knippen in wat kortere ketens, om vervolgens die wat kortere ketens op te knippen in tripeptiden. En vervolgens om die tripeptiden ook weer op te knippen in dipeptiden. En uiteindelijk losse aminozuren. Dat vindt allemaal stapsgewijs plaats. De eerste stap vindt plaats in jouw maag met behulp van maagsap en de enzymen daarin. En de stoffen die zorgen voor denaturatie, dus het ontkronkelen van die ketens. De tweede stap vindt plaats met behulp van, in het eerste deel van jouw darmen, met behulp van de enzymen aanwezig in alvleesklierssap. En de laatste stappen vinden plaats met behulp van de enzymen die gevestigd zitten, dus die daar al zijn, op de cellen van jouw dunne darmen. Wanneer een van deze stappen niet goed verloopt, dan worden de eiwitten in jouw voeding niet goed verteerd. Zullen ze niet verteerd kunnen worden tot enkelvoudige aminozuren en opgenomen kunnen worden in jouw darmwand om vervolgens in jouw lijf aan te komen, maar zullen ze in slecht verteerde toestand onder in jouw darmen belanden. In dat geval zullen ze niet verzadigen. Kunnen ze ook niet de productie van peptide II, dat verzadigingshormoon, teweeg brengen, maar zullen ze juist onrust veroorzaken, want slecht verteerde eiwitten in jouw darmen, en dan gaan jouw darmbacteriën mee aan de slag en die kunnen stoffen produceren waar je lijf niet vrolijk van wordt en waar onrust in jouw lijf in ontstaat en jij een verhoogde zoetbehoefte kan ervaren. Want onrust is vaak het gevolg van de productie van stresshormonen, die verhogen jouw bloedsuikerspiegel en dan kan jij een drang en een onrust kun je verkrijgen. Want die stresshormonen verhogen je bloedsuikerspiegel, maar zorgen er tevens voor dat de verdeling van die suiker in je bloedbaan over jouw weefsels niet zo goed verloopt. En jouw cellen, die willen juist die suiker wel, want die moeten daar energie uit kunnen verkrijgen. Dus daar ontstaat dan onrust.
Als gevolg van slecht verteerde eiwitten ontstaat er onrust in plaats van verzadiging. Enkel wanneer alle stappen van de eiwitvertering goed verlopen in jouw spijsverteringskanaal en enkelvoudige aminozuren opgenomen kunnen worden in jouw darmwand en vervolgens ook uiteindelijk bij jouw lever aanbelanden, dan kan jij goede verzadiging ervaren, want enkel dan is ook de productie van peptide ei goed mogelijk, het verzadigingshormoon. En daar is het dus van afhankelijk of jij verzadiging ervaart. Die stappen van de spijsvertering om de productie van, of de afgifte van alvleesklierzap met een aantal enzymen daarin die een stap van de eiwitvertering voor hun rekening nemen, om die mogelijk te maken, de afgifte van alvleesklierzap, moet eerst het hormoon CCK, cholecystokinine, moet geproduceerd worden. En wanneer wordt die geproduceerd? Die wordt door de kliercellen in jouw darmen geproduceerd wanneer deze geprikkeld worden en wanneer worden deze geprikkeld. Met name wanneer er vetten in jouw darmen belanden. Lieve Brenda, jij bent fruit. Fruit bevat geen vet. Ben je gaan combineren met magere yoghurt. Magere yoghurt bevat ook geen vet. Wat wil dat zeggen? Deze eiwitrijke snack bezit wel eiwitten, maar geen vet. Waardoor de productie van het hormoon CCK niet goed gestimuleerd werd als gevolg van de consumptie van deze snack. En als gevolg daarvan de afgifte van alvleesklierzap niet goed plaatsvindt. Met als gevolg dat bepaalde enzymen, welke een stap in de eiwitvertering voor hun rekening nemen, ontbreken in je spijsverteringskanaal en de eiwitvertering, dus de vertering van de eiwitten in jouw magere yoghurt, niet goed verloopt. Dan hoorde je zojuist, kunnen slecht verteerde eiwitten in jouw darmen belanden, zul jij het verzadigingseffect ook niet ervaren. Want dat ervaar je alleen wanneer eiwitten goed verteerd worden. En vervolgens de productie van peptide ei, verzadigingshormoon, plaatsvindt. Als verklaring op jouw vraag, hoe kan het dat ik eiwitrijk ben gaan eten en toch geen verzadiging ervaart, terwijl ik heb gehoord en gelezen dat je verzadiging ervaart wanneer je voeding eiwitrijk is? Dat komt omdat de eiwitten in jouw voeding niet zo goed verteerd konden worden door het ontbreken van vet in jouw voeding. Hopelijk begrijp jij dus nu dat niet alleen eiwitten in je voeding nodig zijn, maar nog meer stoffen in jouw voeding nodig zijn om een verzadigend effect van jouw voeding te kunnen verkrijgen.